Zweeds op Nederland is een leverancier van hoogwaardige componenten voor vloeistof- en gasapplicaties. Applicaties worden met name toegepast in de instrumentatiebranche, maar ook voor het aansturen van processen of in R&D-situaties. Zweedstok begeeft zich met name in de olie- en gasindustrie, semiconductorindustrie, chemie, maar ook automotive en bijvoorbeeld research and development, zoals bij de TU. Onze klanten werken doorgaans in complexe situaties. Ze werken met moeilijke gassen, hoge drukken en we begrijpen dat onze componenten begeleiding nodig hebben om bij onze klanten te worden toegepast. Het Fortse team is een mooi voorbeeld van hoe onze organisatie van dienst kan zijn voor onze klanten. Nou, sponsoring is dan natuurlijk een hele mooie tool voor. Op het moment dat je een vraag krijgt van een technische opleiding om bij te dragen aan dat maatschappelijke doel, dan doen we dat natuurlijk graag. En we realiseren ons natuurlijk ook dat onze toekomstige klanten op die school zitten. Dus commercieel vinden we het gewoon ook heel leuk om op die manier al vroeg in contact te komen met de jonge techneuten. Met als doel uiteindelijk in de toekomst die naamsbekendheid al te creëren. Mijn naam is Rubies Kneubel, teammanager van Fortse Delft. Ons team is opgericht in 2006 om duurzame technologie te promoten en te demonstreren op het gebied van mobiliteit. Deze auto heeft vermogen van 190 kW, oftewel 260 pk, en kan daarmee een snelheid behalen van 220 km per uur. Met de Fortse 6 willen wij verschillende ronde-records van waterstof-elektrische auto's gaan verbreken op verschillende circuits in Europa, zoals op Zandvoort en de Nürburgring-Nordschleife. Na een aantal jaar kleine raceauto's en go-karts te hebben gemaakt, zijn we in september 2012 begonnen met het maken van de Fortse 6. Onze allereerste full-size racewagen. We zijn heel erg blij met de langdurige samenwerking die wij met Zweedstok hebben.